dames en heren. Dag dames en heren. Dag dames en heren. Van harte welkom bij een zeer speciale nieuwe sprankelende aflevering van Goeie Zaken. Goeie Zaken. Goeie Zaken. Het programma met het goede, het positieve nieuws. En zeker in deze tijd vinden wij dat geen overbodige luxe. Hè? Lekker achterover in je luie stoel voor de buis kijken en luisteren naar ondanks alles toch nog wat goede berichten. Dames en heren, proost. We gaan beginnen. Vandaag hebben we weinig tijd. We zijn een beetje gehaast. We zijn dan ook in de snelle wereld van het fastfood. Naast mij Alexander Blom, Lex mogen we zeggen, hè? Directeur van Electrolux Nederland. Lex, ik heb net eventjes een beetje door jullie showroom gewandeld en ik zie een hele hoop verschillende merken. Allemaal onder de naam Electrolux. Ik ben zelf een beetje als leek het overzicht kwijt. Hoe hou jij het overzicht? Dames en heren, we zijn vandaag in Vlissingen. Te gast bij Scarlett Kwekkeboom, zakenvrouw van het jaar 2001. Ja, Ton, in het filmpje zien we een aantal hele mooie voorbeelden. En wat ik begrepen heb, zijn al die voorbeelden van, laten we zeggen, de oprichter, Ray Anderson. Belangrijke vraag lijkt me dan, wat heeft dat voor invloed op jouzelf? Wat is jouw grote kracht in het bedrijf? Dat ik in staat ben om de randvoorwaarden te creëren, zodat die anderen goed kunnen gedijen. Dus jij weet eigenlijk precies in je bedrijf welke specialisten wat kunnen doen? Ja. Oké, okay, nou, duidelijk antwoord. Ja, dames en heren, we weten natuurlijk inmiddels dat zij alles van haar mensen weet, maar wij vroegen ons af, weten die zeven nu eigenlijk genoeg van Scarlett? Weet jij nou bijvoorbeeld wat van die wasmachine? Hoe zo'n ding werkt? Nou, ik weet ongeveer hoe die werkt. Ja. Ja, ja. En daar houdt het ook mee op? Ja. Bijvoorbeeld bij jullie thuis. Wie doet nou de was? Ben jij dat? Nee, ik ben niet degene die de was thuis doet. Ik zorg wel voor dat de was er komt. Kijk. Nou, wat dat betreft even genoeg over duurzaamheid. Het weer is goed, de vakantie staat bijna voor de deur. En wat doen we dan in Nederland? We trekken er massaal op uit. En als het even kan, nemen we ook lekker de fiets mee. Hè? Op zo'n handige fietsendrager achterop de auto. Alleen één punt, ja, die achterklep kan niet meer open. Wij zijn tegen een uitvinder aangelopen die dat probleem heeft opgelost. Ja, en dan begint het natuurlijk pas, het echte ondernemen. Nou, een plek waar echte ondernemers elkaar jaarlijks treffen is bijvoorbeeld de Breaking Out beurs. Hello Tiger, I love you. Dat is niet van mezelf, maar van Robert Benninga. En hij zegt dat als je zo de dag begint, die dag niet meer stuk kan. Ja, en om u wat inspiratie alvast mee te geven, hebben we een aantal grote, bekende topondernemers gevraagd. Wat was nou hun geheim toen zij ooit zijn gaan starten? Ja, dames en heren, zoveel mensen, zoveel smaken. Nou, dat geldt natuurlijk ook voor zoveel kroketten, zoveel smaken. En ik weet niet hoe dat bij u is, maar vaak hoor je ondernemers hun eigen product aanprijzen tot en met. En niks is beter. Nou, dat hoor je dus ook hier de hele tijd. Dus wij gaan Joop eens aan een test onderwerpen. Joop, je hebt een masker op, je ziet niks meer. De afgelopen jaren zijn er door ons nogal wat mensen in de WAO gestopt. Het was makkelijk als je op een gegeven moment met overtollig personeel zat. En gelukkig is dat tegenwoordig wel anders. Wilt u een van de bedrijven die u in deze uitzending gezien hebt nomineren voor onze mooie, goede zaken award, dan kan dat. Ga even naar de site en breng daar uw stem uit. En als u nou eens leuk vindt dat ons rondreizende circus haar tenten bij u in het bedrijf opslaat, dan kan dat ook. Voorwaarde is natuurlijk wel dat u hele goede zaken te melden hebt. Dames en heren, we hopen dat u ook volgende week weer van de partij zult zijn. Wij zijn er natuurlijk weer, maar dan op een andere locatie. Wel op dezelfde zender en dezelfde tijd. Dat is een Maleis woord. Het beste van het beste. Ja. Dat is zeg maar een representatief woord voor jullie bedrijf. Ja, klopt. Ah, oké. Groot geworden in de elektro, laat ik zo maar zeggen. We kijken hier meteen ook naar een schakelkast, bijvoorbeeld voor bruggen en sluizen. Dat ziet er nogal technisch uit. Weet jij nou ook precies wat hierin zit en wat het doet? Nou, gelukkig weet ik dat niet, want daar hebben we onze specialisten natuurlijk voor. Ja. Maar dit is een besturingskast die de bruggen en sluizen bedient op afstand. Oké, dat ziet er nogal ingewikkeld uit. Vind je dat niet jammer of een gemis dat je niet precies weet hoe dit werkt en wat erin zit? Nee, want ik denk dat dat de kracht is van onze onderneming. Dat wij 120 techneuten in dienst hebben die allemaal verstand hebben van techniek. Ja. En gelukkig nog eentje die er geen verstand van heeft. En dat ben jij? Dat ben ik. Wat is jouw grote kracht in het bedrijf? Dat ik in staat ben om de randvoorwaarden te creëren, zodat die anderen goed kunnen gedijen. Oké, okay. Dus jij weet eigenlijk precies in je bedrijf welke specialisten wat kunnen doen? Ja. Oké, okay, nou, duidelijk antwoord. Ja, dames en heren, we weten natuurlijk inmiddels dat zij alles van haar mensen weet, maar wij vroegen ons af, weten die zeven nu eigenlijk genoeg van Scarlett? Nou, het zijn niet allemaal merken onder het merknaam Electrolux. Leg eens uit. Daarom heet het ook merken. Het zijn heel veel merken die wij verkopen in Alphen. Dus het is een gezelschap van merken die eigenlijk de hele range is. Dat is daar gaan we straks even verder over praten. Nou, als een van de belangrijkste dingen, hè, we zagen het in de opening, is een stofzuiger, daar is het ooit mee begonnen. Maar een andere belangrijke groep is natuurlijk de wasmachine. Weet jij nou bijvoorbeeld wat van die wasmachines? Hoe zo'n ding werkt?
Nou, ik weet ongeveer hoe die werkt. Ja. Ja, ja. En daar houdt het ook mee op? Ja. Bijvoorbeeld bij jullie thuis. Wie doet nou de was? Ben jij dat? Nee, ik ben niet degene die de was thuis doet. Ik zorg wel voor dat de was er komt. Kijk. Oké. Okay. Maar bij de aankoop bijvoorbeeld van de machine, was jij daar nou verantwoordelijk voor? Nee, dat, in mijn geval is dat wat makkelijker, want de keuze is wat makkelijker voor mij. In die zin dat ik weet waar je de producten moet kopen. Kijk. En welke goede producten je moet kopen. Nou, wij vonden dat een leuke stelling. Vandaar ook, dames en heren, dat we even de straat zijn opgegaan. Want we wilden wel eens weten, wat is nou belangrijk als u een wasmachine gaat uitzoeken? Hè? Moet die groot zijn, moet die klein zijn, hoe duur mag die zijn? Dus tijd om de straat op te gaan. Deze week in Goeie Zaken. Hoe run je als vrouw een technisch bedrijf in een echte mannenwereld? Nou, simpel. Heel hard werken en zorgen dat je een aantal vernuftige uitvindingen hebt. Zoals deze katrol die op afstand bedienbaar is. Hij gaat lekker eens. Ja, en het weer is goed. Dus gaan we lekker met z'n allen kamperen. Wij hebben de nieuwste uitvinding voor u. Duurzaam kamperen. En voor de bootjesliefhebbers, geen lange wachttijden meer. Want de bruggen in Zeeland en weldra ook daarbuiten worden op afstand bediend. Net als Rob hier. Hij was helemaal goed. Nee, volgens mij zit hij goed, Tess. Je mag op de andere knop drukken, zo ga ik weer omhoog. Ja, maar dit staat naar beneden. Staat maar naar beneden.